Goedenavond luisteraars, mijn koptelefoon deed het niet en jullie krijgen Koerenmol nog wel te goed. Ineens deed hij het wel en wat ik er precies aan gedaan heb weet ik niet, maar ben blij dat ik weer verbinding met jullie heb. En vanavond gaan we het hebben over het innerlijke kind. Ik zeg al, het is maar jij niet als een bepaalde knopje zit niet doen. Het gebeurt regelmatig, oké. Maar ja, dat zijn jullie al gewend van mij. Vandaag gaan we het hebben over het innerlijke kind. En innerlijke kind wil zeggen het kind dat wil spelen. Het zoekt altijd, op welke leeftijd dan ook, een manier om te kunnen spelen, een manier om te kunnen bewegen en een manier om plezier te maken. En nu is het zo dat dit kind, ook al zit hij in moeilijkheden, ook al heeft hij problemen, dat het toch probeert om daarin een leven te leiden waarin er plezier gemaakt kan worden. Waarin het kind zijn niet vergeten wordt. En dat is in feite het belangrijkste. We zijn weer met een groepje mensen op de chat. Daar ben ik heel erg blij mee. En er is ook een veel grotere groep die nog aan het luisteren is. Daar ben ik ook blij mee. En goed, we gaan dus het hebben over het innerlijke kind. En via de readingen die ik geef van mensen, zou je wat meer inzicht krijgen over het fenomeen kind zijn. Ik kan per persoon dus zien waarin dus een kind zijn problemen heeft gehad. Want dan kan een persoon niet echt verder groeien en dan kom je steeds dat kind weer tegen. In de volwassen man die het is, of in de volwassen vrouw die het is. En dat geeft mij zo ontzettend veel duidelijkheid waarin mensen zich verkeren, waarin mensen dus problemen hebben. En als je daarover praat, dan zie je dat kind ook groeien. En dat gaat dan op een hele snelle manier, waardoor die bepaalde fases doorheen kan en ook volwassener over bepaalde dingen praat. Met meerdere personenstoornis, dat is dus een ziekte waarin de persoon dus als het te moeilijker wordt naar een ander karakter toe gaat in hemzelf, is ook een gedeelte van dat innerlijk kind dat getraumatiseerd of problemen hebben, is ook bekend. Zie je dat ook dus steeds doorstromen. En dat is op zich een hele bijzondere ontwikkeling om daar eens wat meer naar te kijken. Maar daarin drukt het kind dus de energie van een mens weg, waardoor de mens zelf niet meer weet waar die het over heeft. En dan zou dat stemmetje dus zodanig reageren dat hij later niet meer weet waardoor het komt. Ja, ik ben een beetje snipverkouden, dus ik hoop dat ik niet al te moe word, want dan stop ik er ook mee. En dan gaan we de volgende keer gewoon lekker verder met waar we gebleven zijn. Maar ik voel me nu nog gewoon goed. Een moment, ik moet niezen. Nou, dat kan ik beter doen als ik een muziekje draai. Dat ga ik dus nu ook even doen. En dan kan ik even goed mijn neus snuiten. Ja, Koerenmol. Met, hoe heet het? Mar Woeroemboer. Nou ja, zo heet dat dus. Oké. Ik ga naar het innerlijke kind toe en als allereerste ga ik naar het innerlijke kind van Ada. En dan zie ik voor mijn neus, en dat is mijn spirituele intuïtieve gave die ik heb, waardoor ik de energie van Ada door me heen laat stromen en me verbind met het kind wat Ada is.
En het is een meisje van 7 jaar, bijna naar school toe gaand. Dus vroeger begon de school met 7. En de kleuterschool bedoel ik niet, maar de eerste fase van naar school gaan voor Ada. En daarin zie ik dus een meisje heel verlegen. Het is op een zonnige dag en dat klopt ook wel. Een heel mooi jurkje aan. Dus ook dat is gewoon heel erg goed voor elkaar. En ik heb het gevoel dat je het spannend vond, dat het heel apart vond. Maar ik heb ook het gevoel dat jij heel erg moest wennen om in de klas te zitten, om te gehoorzamen, om één te zijn met de andere leerlingen. En ik heb het gevoel dat jij niet altijd begrepen werd door de andere leerlingen, waardoor je dus steeds meer je terugtrok in de klas. En eigenlijk maar heel weinig zei. Terwijl je best wel een babbelaar was. Je best wel bepaalde dingen wilde vertellen. En ik heb ook het gevoel dat de juf eigenlijk te weinig tijd had om jou bij de groep te betrekken. En ja. Jij vond het maar raar hoe kinderen met elkaar omgingen. Jij vond het maar raar waar er over gesproken werd. En je ging jezelf dus stoppen om ja, te verbinden en contact te maken. Er moet in dat opzichte heel veel angst zijn geweest, Ada, toen jij naar school toe ging. Je vond het niet echt leuk. En ik heb ook het gevoel dat je het gevoel had dat niemand jou begreep. En Ada, daarom geef ik dat kind nu een knuffel. Want als ik dat kind nu een knuffel geef en haar ook zeg dat het goed is zoals je bent, dan zou je ook merken dat dat kind dus weer vrolijker wordt. En wel. Gaat beslissen wat ze wel kan en waar ze goed in was. Er was niemand die haar in feite bij de hand nam en zei van meis, dat doe je hartstikke goed. Kijk, dat is jouw talent. En eigenlijk is dat iets wat de juffrouw op zou had moeten pakken, maar dat heeft ze niet gedaan. Daarom was het school een vreemde wereld voor je, waarin je dus moeite had om jezelf te zijn. En ik geef daarin jou de hand. En het grappige is, wat is verleden? Ik kan nu jou een hand geven, toen in die tijd. En je zal mij zien als een soort van engel. En daarin wordt een stuk van de pijn wordt opgeheven en word je er blijer door. En door complimenten te geven, durf jij de wereld weer aan en durf jij bepaalde dingen gewoon te doen. En dat is gewoon heel erg leuk. Dus dat is ook wie jij bent en hoe jij bepaalde dingen doet. Dus Ada, deze is voor jou. En je zal merken dat het je gaat helpen om nog dichter bij jezelf te komen en nog meer van je af te praten en ook plezier te hebben in het leven. Het is een oudje, Ilo. Ik denk wel 40 jaar terug, zo ver terug. Nou ja, oké. Ik heb er vroeger gewoon heerlijk op zitten dansen en ik kwam tegen van, nou, dat ga ik gewoon lekker in mijn uitzending draaien. Oké, ik ga naar Annie toe. En de reading voor Annie. En dan ga ik dus toch, oh, daar ben ik al een keer eerder geweest, volgens mij. Toch, het kind van 5 jaar. 4, 5 jaar. En toen in die tijd is er een enorme stilte
stilte gekomen in jouw systeem. En ik heb het gevoel dat jouw kind zijn op dat moment heel zwaar heeft gehad. Er valt gewoon heel veel stilte. Terwijl je voor die tijd toch best wel heel spontaan en open was en bepaalde dingen wilde doen. En ja, je kon de wereld wel aan. Maar dan is daar iets gebeurd waarin je dus in feite niet meer serieus genomen werd. En ook niet meer naar je geluisterd werd. Het leek net alsof je dus vanaf die tijd dingen zelfstandig hebt moeten doen. Zonder volwassenen, zonder hulp of wat dan ook. En dat is best wel heel erg jong. Dat meisje die eigenlijk ontzettend mooi kon vertellen en heel veel verhaaltjes vertelde en heel veel plezier had en van alles deed, werd ineens een stil kind. En kon niet meer alles vertellen wat ze dus beleefd had, wat ze had meegemaakt. En ik ga niet vragen naar een oorzaak. Ik weet niet of jij misschien de oorzaak wel vindt, maar ik ga niet vragen naar een oorzaak. Want ik ga nu bepaalde dingen invullen en dat wilde ik niet. Dus, ja. Ik ga gewoon nu naar dat kind toe. En ik ben de tante waar ze dus heerlijk tegenaan kan kleppen. Ik ben de engel die haar helpt om weer vertrouwen te krijgen in haarzelf. Ik geef haar complimentjes en ik geef haar dus dingen te doen waarmee ze weer zelfvertrouwen krijgt en durft te vertellen en durft weer haarzelf te zijn. En Arnie, ik geef haar een hand en ik zeg dat ze ook weer mag spelen en mag springen. En dat ze aan iedereen het duidelijk mag maken wie ze is. En dat ze weer mag zingen. En dat ze dus ook lol mag hebben. Want dat is zo belangrijk. En dat, Arnie, zou je nu langzamerhand ook weer voelen. Dat je geaccepteerd bent. En dat je de dingen zo mag doen zoals het mag zijn. En ik denk dat het gewoon goed is om op deze manier Arnie in het leven te staan. Dikke knuf. Goed, dan ga ik naar Jetta. En Jetta luistert wel, maar is dus niet op de chat aanwezig. Hi Jetta. Ik heb het gevoel dat ik naar leeftijd van 12, 13 ga. En 12 en 13, dan ben je dus bezig om je vrouw zijn te ontdekken. En je vrouw zijn te ontwikkelen. En krijg je ook gevoelens, seksuele gevoelens en noem maar op. En toch te jong om met seksualiteit om te gaan. Maar de energie is er dan al wel. Oké. Ik heb het gevoel dat in die leeftijd iets gebeurd is, waardoor je dus in feite monddood bent gemaakt. Dat wat een hele heerlijke periode moet zijn van ontdekken van jouw lichaam, ontdekken van wie je bent en noem maar op, is verstoord geraakt. En hoe dat is gegaan, weet ik niet. En welke intentie, weet ik ook niet. Maar het lijkt net alsof je toen in die periode je terug ging trekken en dat je ook bang was om vrouw te zijn. En je ging ook je anders kleden omdat je dus eigenlijk niet op wilde vallen. Je vond mensen maar eng. Je had geen vertrouwen meer. En dat had niet alleen met mannen te maken, maar ook met vrouwen. Het lijkt net alsof ook vrouwen
dus daarin jouw jeugd ontnam. Ik ga als een soort van engeltje naar je toe en ik plaats daarin een warme hand. En ik geef je een stuk veiligheid. Ik geef een stuk oranje kleur voor jou. Als een tentje die je rondom je heen kan bouwen. Als een dekbed waarin je lekker kan slapen, koezen. En dat nestje is gewoon oranje omdat je daarin je veiligheid weer terug kan vinden. En omdat je daarin dus weer mag kiezen voor dat van jezelf. Het is ook een reden geweest waarom je niet zo assertief bent geweest. Omdat er over die grenzen zijn heen gegaan. En wat ik dan vaker merk is dat kinderen daarin dus zich helemaal terugtrekken. En de verbinding niet meer aan durft te gaan met mensen rondom zich heen. En door zich daar eenzaam op te sluiten is het zo dat je daarin dus ook niet de lol en de positiviteit van mensen kan ervaren. Ik denk dat je dus door een stuk veiligheid, door te zeggen wat je van binnen voelt, door te zeggen dat nee nee is, door je eigen grenzen te mogen geven, dat je daarin ook weer ruimte voor jezelf maakt en dingen mag creëren. En Jetta, daardoor mag er veiligheid ontstaan en mag het ook veiligheid stromen. Dus zodoende. En dan ga ik lekker even een plaatje draaien. Nou, ik was niet van plan om daar heel erg de diepte in te gaan. Maar het gaat wel en ik ben gewoon intuïtief aangesloten op de hele groep. En van daaruit gebeuren bepaalde dingen. Dit is Frank Sinatra, If You Go Away. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away. If you go away. Ja, goed, dat gebeurt. En dan ga ik gewoon weer verder naar het innerlijke kind. En ik zeg al van, ik moet hele trieste dingen vertellen, maar aan de andere kant, juist die trieste dingen zorgen ervoor dat je toch ook weer naar een stuk vrolijkheid kan gaan, omdat je het afsluiten kan. Zie het als vleugeltjes die je hebt, zodat je dus kan vliegen. En Lisette, jij bent de volgende en ik zie die vleugeltjes ook. Soms heb je dat in je dromen, dat je vleugeltjes hebt, dan ben je heel snel van A naar B. En zorg ervoor dat je dus makkelijker je kan bewegen. Ik weet niet hoe dat vroeger bij jou was, maar er is een tijd geweest waarin je dus heel erg stijf was. Waarin je dus niet goed kon bewegen. Ook al in je jeugd. En dan zie ik een leeftijd van een jaar of 8. En je had ook wel pijn. En je ouders wisten eigenlijk niet zo goed wat ze ermee aan moesten. En jij was dapper en je zei van, ik heb vleugeltjes. En denkbeeldig ging je van de ene plek naar de andere plek. En was je niet zo eenzaam en zocht je toch de verbinding op met andere mensen. Omdat je toch immers kon vliegen.
Goed, Lisette. Dat is een manier om met je kind om te gaan. Dat is een manier om te zeggen van, ik ben en ik ben heel. En het is gewoon zo dat jij dus toen al geleerd hebt dat je op een andere manier het leven toch aangenaam kon maken. En dat je dus een heel positief en opgewekt zonnekind bent. Trace, je staat op mijn lijst hoor. Dus ja, Lisette. En ik denk ook nu, naarmate je dus meer moeite hebt om je voor te bewegen. Denk dan aan het kind die in feite zegt van, oh maar, dan ga ik toch vliegen. En dan is het gewoon goed. En dan is het oké. En dan kan je ook de wereld weer aan. Dus dat is in feite wat het kind zijn tegen jou te zeggen heeft. Ga die vleugels maar weer eens aandoen. En ga maar eens dromen. Want het is de moeite waard om op die manier ook in contact met andere mensen te komen. En weet je, als kind zijnde en je gaat je telepathisch met een ander verbinden, is dat heel normaal. Als je dat tegen ouderen zegt, dan zeggen ze van, joh, nou, jij bent een mooie, daar geloof ik niet in. Weet je, dat is onze ongeloof van tegenwoordig, waarin we die optie ook niet aangaan en niet gaan bekijken. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat we dus denken aan een ander, en dat we daarin dus eigenlijk op dat moment ook contact hebben met de ander. En dat is gewoon iets wat we toen als heel normaal beschouwden en nu eigenlijk niet. En dat zouden we eigenlijk gewoon als normaal moeten gaan zien. Dus Lisette, draag vaker die vleugeltjes. En vlieg naar degene wie je heel graag zou willen ontmoeten. Dan zal je merken dat je gesterkt wordt ook in het leven. Ook in wat je nu wil doen. En dan ga ik naar... Ja, daar is ze. Nou, ik zit eventjes voor mezelf. Even af te turven wie ik heb gehad. Petrushka. Ik zie jou in een rood jurkje. Donker haar. Rood jurkje en sokjes. En je bent aan het springen, touwtjes springen met een stel andere mensen op het schoolplein. Je was anders dan andere kinderen. En toch werd je wel geaccepteerd. Ja, zoals hele wijze dingen te vertellen. En hoe heet het? Je had een uitzonderlijke manier om de wereld te ervaren rondom je heen. En dan zit ik toch leeftijd van 10 te kijken. Daarin zie ik voor jou, Petrushka, dat je dus steeds meer, ja, een deel wordt van de groep. Ook al ben je anders, ze accepteerden je wel. En het lijkt ook net alsof je dus thuis meer moeite had om geaccepteerd te worden dan op school. Want daar had je je vriendinnen wel en daar werd je ook gedragen. En wisten ze ook wie Petrushka was. En ja, in het moment van er zijn, de wijze uitspraken, datgene wat je ziet wat eigenlijk paranormaal is, omdat je ziet wat er dus gaande is vanuit dat wat nog moet komen, was het zo dat
Ja, aan de ene kant was er strubbeling omdat je dus daarin anders was. Omdat je daarin meer moeite moest doen om jezelf daarin te laten zien. Maar aan de andere kant gaf het jou ook ruimte en gaf het jou ook energie. En ik heb het gevoel dat juist je daarin steeds makkelijker kind durfde te zijn en kind durfde te laten stromen. En dat is in feite ook waarom dat innerlijk kind van jou zo mooi gekozen heeft voor haar eigen ontwikkeling. En Petrushka houdt van zingen, Petrushka houdt van dansen, Petrushka houdt van springen. En ik denk gewoon van, ook nu mag dat. Laat het gewoon maar stromen. Ook nu mag dat en laat het gewoon maar gaan. Maar ik denk dat juist die strijd om je paranormale gaven, juist toen je 10 was, jou ook bedrukt heeft. Omdat je bepaalde dingen vertelde die eigenlijk nog moesten gebeuren. Of dat vanuit een diep weten tot je gekomen is. Dat is weer niet altijd in dank afgenomen. En als kind snap je daar geen ene malle moer van. Dan merk je gewoon dat je niet mee kan komen. Omdat juist oudere mensen eigenlijk je mond willen snoeren. Want dat willen ze gewoon niet horen. Lieverd. Dat kind was zuiver, dat kind was open. En ja, je hebt een deel van haar geaccepteerd zoals ze was. En daardoor kon je ook verder. Maar je mag haar af en toe toch nog een hand geven om dingen te laten stromen. En om dingen te laten doen en te bewegen. Je krijgt van mij een dikke knuf. En ik ga gewoon weer eventjes een plaatje draaien. Xavier Rudd met Yandi. Ja, dat is ook Xavier Rudd met Yandi. Nou, een beetje reggae-achtig. Maar dat doet hij ook heel erg goed. Dus ik ben er ook ontzettend... Ja, ik vind het ontzettend mooi hoe dat gaat. Oké, dan ga ik weer verder met mijn readingen. En zo merk ik een klein beetje wat de readingen eigenlijk doen met jou. Het is een stuk healing. En het zorgt er eigenlijk voor dat je een deel van je kind zijn mag genezen. En de volgende die ik tegenkom is Trace. En als ik naar Trace toe ga, dan is dat het denkvermogen. Ik kom naar het denkvermogen en naar een heel snel denkproces. Tje, wat kan jij rap denken? En maak je heel snel verbindingen. Dat doe je veel sneller dan anderen. Oké, wat heeft dat met het kind zijn te maken? Ik denk dat het vanuit het kind zijn ook gebeurd is. Dat je dus daarin de vrijheid voor jezelf nam om contact te maken met mensen en daarin dus heel snel te weten hoe mensen zijn. En achteraf, later zeggen mensen van, ja, maar je kan niet zo snel oordelen over een ander. Nee, dat heeft helemaal niets met oordelen te maken. Dat willen ze graag op die manier uitleggen, maar heeft helemaal niks met oordelen te maken. Je maakt die verbindingen heel erg snel. En hoe iemand praat, hoe iemand kijkt, dat heeft dus allemaal een deel van het verhaal van wie en wat je bent. En ik heb het gevoel dat juist volwassen mensen die dus heel veel te verbergen hebben en liever achter een masker leven, dus aan jou verteld hebben dat je helemaal niet bepaalde dingen kan en dat het helemaal niet zo gaat. En ja, dat kind was puur, dat kind wist gewoon vanuit de puurheid hoe bepaalde dingen gebeurden. En dat was echt een wezenlijk talent. Nou, Trace. En
Als je dus het nu terug kan draaien. Want ik denk dat juist die volwassenen die juist die masker op hebben. Jou, jou liet twijfelen over wat je zag. En ik wil heel graag aan dat kind zeggen van, maar je had het bij het goede eind. Je wist hoe het ging. En je wist hoe je dus met mensen om moest gaan. En dat was echt een talent. Dus laat je niet uit het veld sturen door wie dan ook. Want jij bent Trace en jij mag vanuit jouw motor bepaalde dingen gewoon voelen en ervaren. Oké. Dan ga ik naar Shaska toe. Shaska. Oh man, ik voel gewoon. Misschien heb je dat momenteel ook wel, dat je hoofdpijn hebt of zo. Maar het lijkt net alsof jouw denken in een wervelstorm terechtkomt. En dat neemt zorgt voor een stuk chaos in je hoofd, waardoor je A en B niet meer bij elkaar kan halen en kan aan elkaar kan breien. Ik wil met jou eventjes, want het heeft dus al met jouw kind zijn te maken, jou echt met je beide pootjes op de grond zetten. Ik ga dus als kind zijnde pak ik jouw beentjes vast en druk die op de grond. En dan laat ik je ook hard stampen met je voetjes, waardoor je dus uit je hoofd gaat en in je zijn bent. En dat is gewoon op zich heel belangrijk. Maar het lijkt net alsof je plukken van conversaties, plukken van mensen oppakt, zonder er een verband mee te maken. En ik heb het gevoel dat dit dus te maken heeft met een stuk kind zijn, waarin je dus of in paniek bent geweest, of een stuk stress hebt gevoeld, of een trauma hebt opgelopen, waarin je dus eigenlijk niet bij je heldere ik ben terecht kan komen. En dat kan heel zwaar zijn. Ik moet even kijken wat er gebeurt. Nee, ik mag ook niet zeggen waar het aan ligt. Ik mag alleen zeggen dat die chaos daarmee te maken heeft. En dat het nu weer goed is om je te focussen op iets wat je heel graag wil. Want juist die stap van ik focus me op iets waar ik plezier in beleef, waarin ik mijn talenten kan doen. Dat zorgt er eigenlijk voor dat de chaos in je hoofd verdwijnt. En dat je dus een stuk focus hebt in jezelf om de dingen rondom je heen te accepteren en ook deel van jou te zien. En als je het een deel van jou bent, hoef je ook niet meer met je gedachten ergens anders naartoe. Want het lijkt net alsof er een stuk pijn ontstaat als je eraan denkt. En ik denk, Shaska, dat je dus nu probeert vanuit het stuk van ik ben, met gericht op de aarde, met gericht op jouw eigen levensenergie, je eigen kracht. Je hoeft niks voor anderen, je bent alleen maar met jezelf bezig. Kan dat genezend zijn en kan het ervoor zorgen dat je ook je omgeving weer wat meer accepteert. En dat je daarin dus weer opbloeit. En er wordt er ook gezegd van, internet is me te veel. Natuurlijk, maar het is niet alleen internet, het is met alle contacten zo. Dus ook dat wat je meemaakt bij veel mensen rondom je heen en noem maar op.
Het wordt je te veel omdat je het eigenlijk zou willen controleren, maar dat lukt je niet. En dan is het gewoon dat er een stuk chaos aanwezig is. Het kind heeft dit dus gedaan om te kunnen overleven. En nu vraag ik aan dat kind, dus ook dat kind in jou, om je te focussen naar dingen waarvan je zegt van dit vind ik mooi en daar geniet ik van. En dan focus je op iets wat voor jou essentieel en wezenlijk is en dan laat je de rest even los. Alles wat je tegenkomt van andere mensen laat je los. En dan bouw je stapje voor stapje weer dat stuk op waarvan je zegt van dit is voor mij de moeite waard om te leven. Dit is wat ik wil doen. En dan gaan we dus stromen. Oké, dit is voor jou, lieverd. Enjoy. Goed, dan ga ik weer even een plaatje draaien. En ik denk aan Dagda Abijle. Ja, lekkere muziek, hè? Soms wat sneller en actiever dan anders, maar ja, ik heb er gewoon zin in. Is gewoon gezellig. De volgende die ik doe is Wil. En Wil die zegt van, maar ik luister wel. Goed, Wil en Marianne uit Thailand. Gewoon, jullie doen gewoon lekker mee. Lieverd, het is gewoon zo. Ik ga even kijken nog bij de chat. Dat focus bij jezelf houden wordt niet vaak begrepen. Kan ik wel mee leven? Oké. En Saskia, maar mediteren kan daar gewoon heel goed mee helpen. En ook natuurwandelingen doen, daar kan ook heel goed mee helpen. En ik heb nog altijd een afspraak staan dat ik met jou de natuur in ga. Maar we moeten even kijken hoe ik dat het beste kan doen. Want ik heb niet altijd de auto mee. Dus, ik heb er zeker zin in. Dus dat gaan we echt een keer doen. En ik denk van, dan kom je bij je eigen rustpunt. En vanuit dat rustpunt kan je dus je grenzen steeds meer verleggen. Waardoor er ook meer verbinding is. Oké, welke had ik nou? Zie je, dan ben ik er al mee bezig. Ja, dat was Wil, hè? Ja, oké. Wil, hier kom jij. En ik kom bij een meisje, dromerig, in de klas. En dat meisje had af en toe gewoon jongensbroekjes aan. Ik vond het ook heerlijk om stoer te zijn. Het was niet een meisje, maar een meisje dat ook gewoon haar fantasie had in jongensdingen zoals paardrijden, ja, stoere vechten, indianen, elkaar achtervolgen, noem maar op. En Wil, jouw fantasie als kind zijnde was dus in feite niet echt gericht op poppen en poppenspelen en weet ik wat, maar meer gericht op stoere verhalen en bomen beklimmen en noem maar op. En het lijkt net alsof je met de jongens heel graag mee wilde doen en ook deed. En dat niet altijd eventjes goed begrepen werd van je omgeving. Nou, als kind zijnde maakte het geen ene sodemieter uit hoe jij je dromen had en hoe jij daarin meespeelde. Maar als volwassene was dat toch iets waarvan ze zich dan zorgen maakte. Want een meisje moest meegaand zijn. Een meisje moest luisteren. Een meisje moest dingen doen. Moest zich vooral dus dan al klusjes doen om het huishouden te verlichten. Nou, en dat was dus niet de Wil die je wilde zijn. Let wel, in die energie zie ik mijn moeder ook. Die was ook altijd dus met jongens bezig.
En dat wil nog helemaal niks zeggen over een stuk geaardheid of wat dan ook. Maar dat wordt door de volwassenen vaker wel neergezet als foei en dat mag niet en dat kan niet en noem maar op. Nou, laat dat kind alsjeblieft genieten. Laat het alsjeblieft genieten van wie ze zijn en wat ze mogen zijn en zo. En ja, dat kind heeft wel aanmoediging nodig om dus te zeggen van je bent oké, zoals je bent. Ga alsjeblieft jouw ding doen daarin. En ga alsjeblieft daarin genieten van datgene wat er is. En dan zorgt het ervoor dat je de wereld aan kan. En dat je ook durft jezelf te zijn. En dat je ook durft je plannetjes te maken en creatief naar buiten te zijn. En dat is gewoon heel en heel belangrijk. Wil, vandaar dat het kind een aanmoediging nodig heeft. Omdat ze gewoon het goed doet. En door de volwassenen niet altijd begrepen werd zoals het zou moeten zijn. Dus ja, oké, dat was voor jou. En dan ga ik naar Tyla toe. En dan, er zijn verschillende fases. Ik ga naar de fase toe waarin je nog een kleuter was. Ik denk 5 jaar. Dus dat je wel naar de kleuterschool toe ging, maar nog niet naar de lagere school. De fase van kind zijn en spelen, maar onder het gezag van mensen die nogal streng waren. Die eigenlijk te weinig met kinderen ophouden. Misschien zijn het nonnetjes, dat zou kunnen. Of jij bij nonnetjes gezeten hebt. Ik wel, in die tijd. Dus het kan zomaar. Maar er waren mensen bij die gewoon heel goed met kinderen op kon gaan. En anderen die dat niet zo goed. Dan was het orde en plicht, dat was belangrijk. Dus ja, Tyla, ik heb het gevoel dat dit kind spontaan en open was en eigenlijk heel erg gevoelig was voor indrukken van de klas en als meesteres daarmee speelde, maar dat dat nog niet begrepen werd door de leiding van jouw klas. En dat daarin jij dus vaak je mond gesnoeid werd, terwijl wat je deed was spontaan en het was open en dat klopte eigenlijk perfect. Tyla, ik heb het gevoel dat juist die energie, dat was gewoon heel open en heel mooi. Daarin liet je een heel mooi energieveld zien van wat daar in je omgeving gebeurde. En doordat je niet begrepen wordt, werd je stiller en ging je dat ook niet meer doen. Omdat mensen het eigenlijk belachelijk vonden. En dat was eigenlijk heel jammer, want je voelt dingen feilloos aan. En het is zo jammer dat je nu al zo oud bent en dat je dat nu nog weer moet gaan ontdekken. Maar het is altijd een heel sterk punt van jou gebleven, hè? Dus ik heb het gevoel dat je langzamerhand al talent weer ingenomen hebt. Dat je dus langzamerhand ook al weet hoe mensen zich gedragen in bepaalde periodes. En jij zegt dat je zo verlegen was, maar als kind zijnde was je echt niet verlegen. Echt niet. Dan was je gewoon één met de natuur, één met je omgeving en wist je precies wat belangrijk was voor wie dan ook. En soms is het zo dat je gewoon een liedje moet zingen en dat er dan de energie weer in evenwicht gebracht wordt. En dat deed je niet omdat je graag wilde zingen. Nee, dat deed je om het grotere geheel. Dat deed je om verbindingen te maken en dat deed je ook om mensen tegemoet te treden. En dat is gewoon een heel mooi talent, Tyla. En ik denk gewoon dat voor jou heel belangrijk is dat je dat beseft. Hoe mooi en sprankelend je eigenlijk bent.
En dat dat gewoon weer mag ontdekken, weer mag laten stromen. En dat het niet uitmaakt wat een ander te vertellen heeft. Het gaat om jou. En het gaat om jouw gevoel. Want dat is zo ontzettend immens groot. En daar doe je zoveel mensen gewoon een plezier mee. En ik denk gewoon van, ja, als je dat ja maar als dus weg kan stoppen. En bij het verleden, bij dat kind te begraven. Dan mag het kind weer volop spelen, dansen en zingen. En zou je ook beseffen dat wat je doet, dat het gewoon heel intuïtief de juiste weg is. En dat het daarin ook mag stromen. Dus vandaar. En daarom een dikke knuf voor jou, Tyla. En dan ga ik gewoon weer een plaatje draaien. Oké. Archie Road. Nou, daar heb ik een hele cd van. Dus ik ga dat veel vaker eventjes draaien. Oké, ik ben dus mijn schijf aan het opschonen. En mijn harde schijf zat vol. En daar ben ik dus echt heel bewust heel veel dingen aan het weggooien. Niet weggooien, maar gewoon op een harde schijf bewaren. En ik bewaar eigenlijk veel te veel. Ik heb gezegd van mijn externe harde schijf bewaart dat allemaal. En als ik iets nodig heb, dan kan ik mijn externe harde schijf aanschakelen. En dan kom ik er ook wel achter. Dus ja, als ik dus dingen ga bewaren, dan ben ik gelijk 1 terabyte kwijt. En dat wordt me gewoon te gortig. Dus dan denk ik van, ik bewaar alleen datgene wat op dit moment belangrijk is. En de rest kan ik opzoeken. Oké, dat doe ik dan. Ik ga dus naar Oh, ik dacht dat Christa er nog was. Maar Christa is er niet meer. Nou, dan moet ik maar even kijken wanneer Christa weer komt. Ik ga naar Marion. Marion. Ik vraag me af, heb je hoogteverschil? Want ik zie dus jou vanuit af een hoogte dingen bekijken. En dan zie ik ook bergen. Niet het platte Nederland. Hoge bergen. En het bekijken van een hoge berg als kind zijnde kan wel heel erg indrukwekkend zijn. Ik weet niet of er iets gebeurd is terwijl je in de bergen liep. Misschien gevallen bent of wat dan ook. Maar het lijkt net alsof in een bepaalde fase van jouw leven, en ik heb het gevoel dat je toen 7, 8 jaar was, dat je toen iets gehad hebt met de bergen. Alsof je eraf gedonderd bent of bent uitgegleden of wat dan ook. En dan krijgen bergen ineens ontzag. En dan kan je ook angstig worden als je de hoogte ingaat. En ik heb het gevoel dat dat bij jou ook het geval is. En het lijkt net alsof je ook een stuk van natuurgeweld hebt meegemaakt in die tijd. Ze hebben het hier al over donderstralen of aardbevingen of wat dan ook. Maar het lijkt of een lawine. Net alsof je dat hebt meegemaakt, waardoor er een angst is ontstaan om de hoogte in te gaan. En dat je dus behoefte hebt om je voetjes te voelen en dat je dus bewust bezig bent om te aarden. En van daaruit je te bewegen. En het is zo jammer, want je was best wel een hele avontuurlijke rakker.
En juist met dit heeft ervoor gezorgd dat je toch minder nieuwe dingen gaat aanraken en nieuwe dingen gaat doen. En dat moet je eigenlijk weer terugkrijgen. Net alsof je dus het avontuur best wel mag nemen. Dat je dus daarin mag stralen. Dat je daarin bepaalde dingen mag doen. En dan gaat het ook weer stromen. En dan is het ook weer voor jou van ik ben en ik kan de wereld aan. Dus ja, vandaar. Vandaar dat ik dat ook zo moet zeggen. Goed. Eens even kijken, waar is ze? Oh ja, daar. Dan ga ik naar Uren toe. Oké. Okay. Het lijkt net alsof ik met mijn ene oog anders kijk dan de ander. Het lijkt net alsof ik de ene oog naar verderop kijk. Net zoals een vogel die zijn hele omgeving wil waarnemen met mijn ene oog. En mijn andere oog is naar voren gericht. Naar de wereld zoals die is. Die ene oog die een beetje afwijkt en de hele wereld wil zien. Dat is dus vanuit een stuk angst ontstaan. Het lijkt net alsof je dus op je hoede bent wat er rondom je heen gebeurt. En juist met het oog zie je dus vanuit een stuk overzicht, een groothoek met een soort van groothoeklens, alles wat er in je omgeving gebeurt. Terwijl die andere oog dus je richt naar ik ben. En dat hij ook zich richt naar wat er nu plaatsvindt. En dan is het zo, Uren, dat je dus niet de twee werelden kan integreren in wat je zelf wil en waar je mee bezig bent. Omdat die ene dus constant aan het focussen is wat je omgeving aan het doen bent. En dat is bijvoorbeeld in een oorlog is dat heel logisch, hè? Dan moet je weg kunnen vluchten als er iets ineens gaat veranderen. Maar in deze maatschappij is dat toch een stuk minder en hoef je daar niet zoveel druk om te maken. En toch is dat zo. Ik denk, Uren, dat je dus weer wat meer vertrouwen in de wereld mag krijgen en vertrouwen in ik ben. En waar het dan eigenlijk om gaat is durf vanuit je eigen energie de dingen waar te nemen, de dingen te doen. Want dan ben je niet afhankelijk van wat anderen doen, maar kan je dus vanuit je eigen focus de dingen gewoon gaan ondernemen. En dan past de wereld wel zich aan jou. En dat is in feite wat ik gewoon voel bij die twee verschillende ogen. Oh, Uren, ik ben met jou bezig. Dat vind ik jammer dat het geluid wegviel. Dan zou je toch een deel van dat wat ik gezegd heb toch later moeten beluisteren. Maar het lijkt net alsof je vanuit kind zijnde een waakzaamheid hebt gehad naar je wereld toe, waardoor je dus niet naar jouw eigen focus kon gaan. En in plaats van dat je zegt van de wereld, ik ben één met de wereld en ik ga me dus verplaatsen in wat de wereld is, is eigenlijk jouw focus heel belangrijk. Dat het om jou draait, dat het jouw focus is en dat jij daar iets mee mag doen. En dan zal je merken dat er meer gaat stromen. En dat je dus daarin ook meer in jouw eigen centrum gelooft en de dingen naar je toe kan halen vanuit je centrum. En dat is in feite wat nu gewoon heel erg belangrijk is om te voelen en om te ervaren. Dus daarom, Uren, is dat dit de reading van jou. Goed, ik ga weer even een plaatje draaien. En dan denk ik aan de Eagles. Desperado. Ja, heel veel aparte muziek. Maar zo voelt het nu.
Ja, een oudje, maar ook lekker, lekker, lekker. Goed, ik ben bezig met het kindverhaal. En als je kijkt naar wie er nog zijn. Ik kom Christa niet meer tegen. Ik hoop dat ze... Ik weet niet of ik het dan moet doen. Misschien kan je even contact met me opzoeken. Misschien op via Gmail. Dat mag ook. Maar zo weet ik niet of ik jou moet behandelen. Oké, de volgende is Erik. Erik die luistert ook na. Erik, voor jou. En het lijkt net alsof je een klap hebt gehad op je hoofd. Op je voorhoofd. En dan trek ik het mijn hoofd aan de voorkant. Mijn rechterkant. Dat voelt een beetje dof. En het lijkt net alsof er een ongeluk is geweest. Of dat je een plank op je kop hebt gehad. Of misschien is het wel gewelddadig gebeurd. Ik weet het niet. Maar ik voel een dofheid aan de rechterkant van je hersens. En die dofheid hoeft er niet te zijn. Dat is iets wat je als kind zijnde geprobeerd hebt om de klap op te, ja, op te pakken. Maar ga nu eens als volwassen kerel daar naar die rechterkant van je hersenen toe. Aan de voorkant. En stuur daar gewoon sterretjes naartoe. Licht naartoe. Want dan krijg je meer ruimte in je hoofd. En als je dat doet. Is het zo. Dat je dus. Meer vrolijk durft te zijn. Je bent er altijd heel voorzichtig mee gezien. Ook om bepaalde agressie niet uit te lokken of zo. En daarin werd je een kind dat bepaalde dingen niet zo makkelijk deed. Niet zo makkelijk het avontuur pakte. Meer gehoorzaam was naar je omgeving. En je mag daarin nu groeien, je mag daar nu in stromen. En het lijkt net alsof ik ben dus nu bezig met die rechterkant van je hersenen, dat er dan weer meer een eenheid ontstaat met wie je bent en hoe je bent. En ik wil heel graag dat je dus weer leert om als een jongetje vol avontuur de dingen gewoon aangrijpt en gaat bekijken hoe jij die vrijheid voor jezelf weer in kan vullen om gewoon jezelf te zijn, spontaan en open en dingen doen. Dingen doen omdat je het zelf leuk vindt. Dat is, Erik, wat gewoon heel erg belangrijk is. Oké, dat is gewoon voor jou. En dan ga ik door naar Willem. En dan ga ik naar Willem en dan zie ik... Ik zit van boven naar beneden bepaalde druppels of weet ik van wat te volgen. Misschien druppels die dus langs een raam naar beneden glijden. En dan ben ik steeds heen en weer van boven naar beneden, van boven naar beneden aan het doen. Ja, dat komt ervan. Ik moet af en toe even niezen, want ik, ik ben een beetje verkouden. Oké. Wellicht heb je dus de regen thuis mogen volgen. Wellicht heeft dat... Is dat een deel vanuit een ziekte of dat je dus niet mee kon met andere kinderen om te spelen buiten? Wellicht kan het dus zijn dat je thuis verplicht bent om te kijken naar buiten toe en de stromende regen te volgen. En dan kom ik bij een scenario
waarin je dus in feite dus wel wilde, maar het niet mocht. Oké, even mijn neus sluiten. Ik moet me even mijn microfoon beschermen, zodat jullie niet gelijk door de radio mijn gesnotter kunnen horen. Ik hoop dat het gelukt is. Oké, Willem, voor jou. Het lijkt net alsof er iets gebeurd is in jouw jeugd, waardoor je dus bepaalde dingen niet hebt kunnen doen, zoals andere jongens hebt kunnen doen. Dat het niet voor jou een avontuurlijk iets was, wat voor anderen gewoon heel erg normaal zou zijn. Nou, terwijl ik wel het gevoel heb dat je dus ook wel buiten hebt gespeeld. Maar het lijkt net alsof als je naar buiten toe gaat, nog steeds dat stuk voelt van wat er toen aan de hand was. En dat je dus meer een toeschouwer bent van wat er gebeurt, dan dat je er werkelijk zelf aan meedoet. Dat je daarin dus bepaalde dingen... dat je dus daarin dus je eigen plan hebt moeten trekken en dus je eigen vermaak hebt moeten volgen. Nou, als Willem wat ouder wordt, is dat ook wel weer vergeten en is er ook wel weer beweging. Maar er blijft altijd bij het contact hebben met vrienden, het samenspelen, een soort van agenda van het kan wel eens een keer mis zijn. Waarom? Geen idee. Maar daarin ben je af en toe behoudend naar in contact naar anderen. En ja, dat is dus iets wat boeizaam is. Het lijkt net alsof je dus mag leren dat de verbinding goed is en dat je daar ook vertrouwen in mag hebben. En dat je dus daarin ook jezelf mag zijn. En dat je daarin ook niet belemmerd wordt dan wie dan ook om te bewegen en dingen te doen. En ja, dat het ook goed is om te spelen. Dat het ook goed is om ook als het regent lekker buiten te zijn. Zo'n gevoel heb ik erbij. En dat is ook wat ik jou wil zeggen. Dat kind wist het wel. Dat kind vond het wel goed. Dat kind vond het wel leuk. Hoe dat allemaal ging. Dus ja. En volgens mij heb ik er nog maar eentje. Dat is Josefina. Maar dat gaan we dus zo meteen naar het pleintje wil doen. Oh, ik doe niks. Bij mij is het gewoon open. Dus ik heb de stream is ook niet weggegaan. Dus ja, ik weet niet waar dat dan ligt. Maar je krijgt van mij Cat Stevens met Father and Son. Ja, Cat Stevens, Father and Son. Nou, dat is een van de bekendste songs van Cat Stevens. En dat gaat over een vader en zoon die met elkaar in gesprek zijn. En waarbij dus de vader de goede raad wil geven aan een zoon van... joh, je kan wel zoveel willen, maar... wees voorzichtig met wat je uitspreekt en... het gaat allemaal wel voorbij en het krijgt allemaal wel een nieuwe energie. Ja, nou ja, mooi toch? Oké, Josefina, ik ben nu met jou bezig. Je bent de laatste. En als ik naar jou ga kijken, nou. Ik krijg een druk achter je oog te voelen. En, dat is maf. Het is je rechteroog en het is een druk achter je oog. Het is niet een pijn in je ogen, maar aan de achterkant. Net alsof de aansluiting
dat daar iets aan de hand is. En het gaat zelfs zo naar je oren toe en ook naar een deel van je hoofd. Het lijkt op een ziekte of zo. Ben je toen je 10 jaar was, ben je ziek geweest of zo? Dat je een infectie hebt gehad bij je oor en je oog? Zo lijkt het net. Oké. Het heeft ook verdriet gekost. Er is ook verdriet geweest daar rondomheen. En dan ga ik dus kijken dat Josefina, dat je dus, je hebt, als je spanning hebt, dan slaat het ook nog steeds op je oog, volgens mij. Dan is je oog ook aan de beurt. En als ik dat als kind zie, dan denk ik dat er ook een stuk angst was van of je wel kon zien of wat dan ook. Dus dat het zicht dus al snel spanningen oplevert. En dat je dan weer gaat herinneren wat er toen in die tijd gebeurd is. En nu in deze tijd is het belangrijk om het weer los te maken. En ook gewoon te zeggen van, hey, het maakt niet uit. Hey, ik ben. En ik mag zien wat ik wil. Het kan je ook helpen om creatief met je omgeving om te gaan. En ook creatief naar dingen te kijken. Dat er altijd verbinding is met mensen. En die verbindingen zorgen ervoor dat je dus gewoon mag stromen, gewoon mag zijn. Soms heb je in eerste instantie een stuk angst als je dus kijkt naar andere mensen, als je een verbinding aangaat. En dat hoeft niet, want jouw vertrouwen zit in jezelf en vanuit dat vertrouwen mag het ook stromen. Dat vertrouwen is ervoor bedoeld dat je dus ook weer verbindingen aan kan gaan. Josefine zegt, dat ben ik dan vergeten. Dat zou wel kunnen, maar ik voel die druk achter je oog en ik denk dat dat, en vanuit die oog, dus dat je hele rechterkant dus daarin een soort van beursgevoel hebt. Dus ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat het nu ook met een stuk kijken is naar de wereld. Kijken en contact maken met de wereld. Dat het belangrijk is voor jou om te vertrouwen te hebben in wat je tegenkomt. En dat je dus zegt van, het is niets verkeerds wat ik voel. Dit mag ik zijn. Dit mag ik doen. En dat je meer vertrouwen krijgt dat het goed gaat in contact leggen met anderen. Dat, dat je dus de wereld mag zien zoals jij dat wil. En dat daar niets mis in is. En soms vraag je af of het wel realistisch is welke wereld je voelt. Of het wel de werkelijke wereld is. Of dat je in een ander fantasiestuk bent. Nee. En toch zie je het goed. Voel je het goed. Mag je ook al vertrouwen over je eigen input daarin. En dan denk ik dat het mag stromen. En dan denk ik ook dat er nog wel wat gaat veranderen in hoe jij mensen kan benaderen en hoe anderen naar je toe gaan. Dat die vertrouwen, als jij vertrouwen hebt, dat je dan ook de kracht hebt om te sturen hoe het moet, hoe het gaat. En dat bepaalde dingen gewoon, ja, zich voordoen. Omdat het zo is, omdat het goed is. Oké, dat is wat ik wilde vertellen. En ik ga nog een plaatje draaien. En ik denk dat ik het niet al te lang maak daarna. Want het is namelijk zo dat ik best wel
Moe ben.